Ik zit hier bij Mart en Christa Reiling. Gefeliciteerd, jullie hebben kampioens en twee kampioenen bij Roodbond. Was dat verwacht? Nou ja, het was natuurlijk niet verwacht. We zijn de afgelopen weken heel erg druk geweest met de voorbereidingen. Ieder die hier aanwezig zijn is erg druk geweest met voorbereidingen. Maar goed, zo'n dag als vandaag, je probeert de goede dieren zo best mogelijk te voor te brengen. En ja, waarschijnlijk is dat goed gelukt, want ja, het resulteerde in twee kampioenen. En Mart, vertel jij eens iets kort over de Vazenkampioen? De Vazenkampioenstand uiteindelijk nog af van een Otaku koe die we in 2006 op het EK hebben gehad in Oldenburg. En deze zomer stond ze op de nominatie om op export te gaan. Er was binnen kamers wel een klein beetje discussie over. Omdat het toch wel qua frame een luxe beestje was. Maar uiteindelijk is ze toch gebleven en haar uien leek dusdanig goed om haar op te geven voor de 3x haaien. Ze is inmiddels 7 weken aan de melk, er zat nog wat zucht in het uien, maar dusdanig bloeide ze toch wel. En Christa, de middenklaskampioene Oda hebben we al een keer eerder gezien. Vertel daar eens wat over. Ja, klopt. De tweede kalfskoe die is 2 jaar geleden hier ook op de 3x haaien geweest als Vaas. Vaas liep ze 1B'en naar rubriek. Super gedaan. Vervolgens hebben we de Wintershow Zwolle meegenomen in februari. En daar was ze kampioen geworden. Daar waren we ook heel erg blij mee. Daarna hebben we haar nog een keer de Marklo meegenomen die zomer. En de Marklo was de reservekampioen ook als Vaas. Hey, nogmaals gefeliciteerd en veilig naar huis brengen. Ja, dankjewel. Dankjewel.